Maar dit is iets compleet nieuw. En dat vind ik wel een grappige contrast, dat Teusse verhaal. Dat ging over het verleden. En ik denk dat waar wij het over gaan hebben, dat is niet eens de directe toekomst, maar dan misschien over een paar jaar dat het pas aan de orde is. Cloud is natuurlijk wel een beetje een gehypte term tegenwoordig. Cloud dit. En het grappige is ook dat als je verschillende mensen vraagt van wat bedoel je met cloud? Ja, dat kan zijn de Google, de search engine. Of dat kan zijn de Salesforce. Dus wel toch andere type applicaties. Of dat kan zijn OpenStack bijvoorbeeld. Of iets anders. En grappig is dat ze allemaal gelijk hebben, want cloud is dan zo'n breed concept. Het gaat dus om, tenminste zoals ik het vaak verwoord, is dat cloud, waar gaat het over? Dat gaat over efficiënter omgaan met je spullen. Dat je minder hoeft te investeren in apparatuur en dat je gewoon een beter schaalvoordeel uiteindelijk. Dat is, cloud is schaalvoordeel. Maar er zitten allerlei haken en ogen aan. En we zijn nog lang niet zo ver dat cloud echt een beetje in het enterprise-omgevingen aanwezig is. Wie van jullie zit in een enterprise-omgeving? Cloud, daar wordt al jaren over gesproken. Tenminste, dat is wat ik zie. Ik weet niet wat jullie zien. Er wordt al jaren over gesproken. Welke enterprise-omgeving heeft echt bedrijfskritische spullen staan op een cloud? Kennen jullie eens? Ik niet, in ieder geval de traditionele enterprise. Nou, waar dit verhaal over gaat, dat is het resultaat van een klus wat wij samen met Rens deden bij een klant niet hier, niet heel erg ver hier vandaan. En dat is, ik vond dat wel een erg leuk onderwerp en ik dacht van nou, ik gooi dat in de groep. En op het moment dat de ogen een beetje wazig gaan worden, dan gaan we ermee ophouden. Maar ik hoop dat jullie toch jullie aandacht een beetje vast te kunnen houden. Dit is dus dit gaat niet over IaaS Cloud of SaaS Cloud of PaaS Cloud of Google. Nou, misschien wel een beetje. Maar dit gaat over het volgende. En dit, we kijken naar dit onderwerp vanuit het perspectief van een enterprise. De presentatie bestaat uit twee delen. Ik heb gelukkig Rens bereid gevonden om een meer inhoudelijke stuk te vertellen. Hij is er nog steeds mee bezig bij de klanten. Ik ben daar inmiddels, mijn deel van het opdracht was klaar. En er is behoorlijk wat op de markt, wat ik denk dat het de meesten niet kennen. Omdat iedereen eigenlijk nu met het huidige onderwerp van cloud bezig is en een OpenStack cloud neerzetten en dan misschien dat we daar iets met een platform as a service gaan doen en daar gaat het vaak een beetje op. Wat in mijn inleiding, dat ga ik doen, probeer ik jullie mee te nemen van wat zijn die afwegingen voor cloud management platformen en uiteindelijk na een minuut of 10, 15 misschien, hoop ik jullie dat een beetje kunnen demonstreren. En vanaf dat punt gaat Rens het overnemen. En we hebben alleen maar 60 slides om jullie door te mee te nemen. Ja, zij denken dat ik overdrijf, hè? Nee, niet. Nee. Er zijn inhoudelijk een aantal producten onder de loep genomen door Rens. En in ieder geval misschien niet allemaal uitvoerig bespreken, maar wij willen denk ik een beetje een indruk geven van wat er allemaal op dit moment op de markt is. En ik moet zeggen dat ik had dat niet verwacht, dat het al zover is. Maar goed, dat heb ik bij mijn vorige werkgever ook al gezien, dat heel veel bedrijven die kunnen heel ingenieuze producten bij elkaar ontwikkelen. Maar op het moment dat de markt nog niet ervan weet, laat ik zo zeggen, op het moment dat je een oplossing hebt voor een probleem waarvan de meesten nog niet op de hoogte zijn, dan dat product, hè, dat moet nog even op zijn tijd wachten. Hopelijk gaat het hiermee wat beter, want met z'n allen
denk ik, kunnen we daar profiteren. Hè, als we, iedereen weet wat voor bedragen in de IT omgaan. Een proprietary software enzovoort, zeker in enterprises. En uiteindelijk, als wij efficiënter met onze spullen kunnen omgaan, dat geld hoeft dan waarschijnlijk niet in die mate worden uitgegeven. Na deze introductie, trouwens voor degenen die mij nog niet kennen, mijn naam is Gábor Nejers. Ik werk nu al een jaartje of 15 in de IT, nou iets meer. En mijn specialiteit is open source. Ik doe alleen maar open source. Ik deed de afgelopen, laat ik zeggen, 8 jaar, misschien bijna 10, had ik het geluk dat ik eigenlijk alleen maar met open source hoefde te werken. En daar ben ik erg content mee. Het is een waanzinnig boeiend onderwerp. En dat is ook wat de toekomst gaat brengen. Ik begin met een beetje een open deur. Cloud, dat is iets wat velen bezighoudt. En zoals ik zei, velen weten nog niet eens van wat ze eigenlijk exact mee bedoelen. Maar het is meer een beetje een gevoel van als wij al die resources meer efficiënter kunnen inzetten, kunnen we schaalvoordelen behalen. En dat betekent dat wij minder geld hoeven uit te geven. Nou, daar is nu ook iets concreter aan het worden, maar er is wel een heel erg tweestrijd. Hier aan de linkerkant, DTAP, ik denk dat het voor de meesten wat zegt. En daarmee bedoelde ik die traditionele enterprise applicaties weer te kunnen geven. De traditionele silo-achtige enterprise computing omgevingen. Alles is gewoon goed van elkaar gescheiden. We werken met of met een watervalmodel of tegenwoordig met DevOps misschien. En dan hopen we zeg maar op vertrouwend op een proces, hopen we dat het uiteindelijk wel een goed werkend product oplevert. En dat doen wij al ongeveer 20 jaar, dus we zijn er steeds beter in geworden. ITIL-cursussen verkopen heel goed enzovoort, ITIL-implementaties. En zo goed als en kwaad als dat werkt, ja, dat werkt een beetje. Wat draaien we daarop? Legacy applicaties. Dat zijn applicaties vaak die 15, 20 jaar geleden, misschien langer, zijn gemaakt. In een totaal andere IT-omgeving dan nu. Voor een totaal andere publiek ook dan wat we nu, waarmee we nu te maken hebben. En eigenlijk waar de kosten in zitten voor vele enterprises, is in dat legacy applicaties. Die nieuwe webservices enzovoort, daar kan je vaak schaalvoordelen halen. Maar die legacy applicaties, dat krijg je heel moeilijk af. Van een mainframe bijvoorbeeld, of van ook Java applicaties, denk ik dat we inmiddels tot de legacy, de oude Java applicaties, tot de legacy kunnen scharen. En het is sowieso, als je kijkt naar cloud, er zijn allerlei zorgen over. Hoe kan ik weten, als ik mijn data weggeef, dat er daar niet iets gebeurt wat ik niet wil? In ons specifieke geval, we hadden dan ook met wensen te maken van gezondheidsinstellingen, ziekenhuizen. En ik weet niet of jullie daarover hebben nagedacht, maar in zo'n ziekenhuis, daar ligt echt heel wat gevoelige informatie over high profile mensen soms. En dat is natuurlijk niet alleen interessant voor de roddelpers. Maar dat kan ook, daar kan je allerlei leuk voordeeltje mee halen. Dus het punt is dat zo'n ziekenhuis wil gewoon volledige controle hebben over de data. Dus ze springen er niet om even een paar euro te besparen. Door bijvoorbeeld bepaalde data ergens op een cloud te zetten. Om dan vervolgens allerlei nare nasleep mee moeten omgaan als er iets misgaat. En niet op de laatste plaats, zo'n legacy omgeving, denk aan processen, tooling, is gewoon ook niet in staat vaak om die capaciteit, wat eigenlijk best wel goedkoop vanuit zo'n cloud kan worden afgenomen. Ja, dat is zo'n twee totaal andere wereld.
Je kan een Oracle niet aan ergens een Oracle database in huis draaien en dan vervolgens die bijbehorende applicatieserver deel dan ergens op een cloud. Het is niet triviaal. Laten we beginnen bij het netwerk. Nou, er zijn hier een aantal security mensen. Zie je dat gebeuren? Dat is niet vanzelfsprekend, denk ik. En toch, het houdt de fantasie bezig van IT-managers. Goh, het zou toch wel leuk zijn als wij in plaats van x bedrag een tiende daarvan bijvoorbeeld voor storage kunnen uitgeven. Dat zou toch wel leuk zijn, of niet? Dus dat maakt het, dat is eigenlijk een soort drijvende kracht achter dat. We hebben een cloud al geprobeerd, is mislukt. Nou, dit jaar gaan we weer een poging mee proberen, weer niet gelukt. Misschien volgend jaar. Want het blijft gewoon interessant. Als je kijkt ik heb niet de correcte prijzen, maar Dropbox Storage. Maar wat betalen we daar eigenlijk voor? Wie weet dat? Een paar tientjes per jaar. Voor 50 gigabyte of zoiets. Nou, dat is natuurlijk wel interessant. Als je dat vergelijkt met 25 euro per gigabyte per jaar, toch? Dat was een beetje een tier 1 storage wat een beetje moet kosten. Dus dat is gewoon echt een praatje over een orde van grootte. Wat je dan zou kunnen besparen. En dat is natuurlijk ook een open deur, dat alle IT-omgevingen nu onder druk staan. Om die besparingen dan. Hè, want de verwachtingen zijn daar gezet, maar men realiseert dan niet van wat men dan vanuit die legacy mee moet nemen. Ja, dus aan de ene kant, als ik het slide naar zo'n 5 minuten monoloog mag samenvatten. Het gaat om, van de ene kant, we hebben te maken met die legacy, maar we vinden het heel erg interessant om naar die door cloud voor ons gehouden beeld of doelen in het oog te houden. En dat drijft eigenlijk dit hele cloud gedoe. Dus, stel, je hebt legacy, maar toch een kleine omgeving of een klein deel daarvan, zou je kunnen overzetten naar een cloud. Dus dat eigenlijk als je het legacy probleem wil oplossen, dan moeten we gaan cloud doen, toch? De pilots. Wie heeft in de afgelopen jaar niet een pilot gedaan of overwogen? Niemand steekt de hand op, dus dat betekent, oké. Nou, nee, precies. Ja, ja precies. Nou, het interessante is dat bij de opdracht wat wij met Rens hebben gedaan, dat was eigenlijk ook een beetje de aanname van. Je hebt geen geld om alles aan te passen. Je moet gewoon SSO. Nee, we kunnen het toch zo overzetten. Ik bedoel, het is gevirtualiseerd, dus dan, dat kan gewoon. Ja, niets is minder waar natuurlijk. Dus met cloud, als je en veel mensen denken van, als wij een Amazon abonnement gaan aanschaffen, dan doen wij al toch aan cloud. Hartstikke goed. Yeah. Dat is natuurlijk niet zo. En stel dat als je dat zou voor elkaar krijgen, dat je dit moet een beetje de traditionele omgeving voorstellen. En het is ons gelukt om een deel van onze applicaties te onderbrengen op een cloud. Dan zijn we gewoon nog goed bezig. Maar wat je dan hebt eigenlijk is, je hebt de complexiteit van je IT-omgeving eigenlijk tenminste verdubbeld. Want je hebt met 2 verschillende mogelijkheden op die cloud hebben. Wie heeft... ik weet niet of jullie dat wisten. Kan jij WLAN's bijvoorbeeld in een cloud zomaar aansluiten op je netwerk? Zijn er providers? Wisten jullie dat? Het is niet triviaal. Er zijn wel providers die mogelijkheden bieden om bijvoorbeeld WLAN's aan te sluiten. Of WLAN's te gebruiken. Wat is eigenlijk de hele backbone van tegenwoordig die datacenter applicaties is. Nou, dat kan je dus in cloud niet vanzelfsprekend aannemen dat je die feature hebt. Dus je hebt gewoon met totaal verschillende mogelijkheden, verschillende vendors en verschillende tooling te maken. Alleen als we kijken naar die vendors, de meeste enterprises zijn al inmiddels in handig geworden om te gaan met die proprietary vendors. Maar die cloud vendors, die zijn gewoon een hele andere breed. Dus dat gaat niet zomaar.
En als je één zo'n cloud hebt geïmplementeerd, bijvoorbeeld Amazon of iets anders, wat gebeurt dan vaak? Is dat dit moeten de applicaties voorstellen, geïntegreerd geheel. Dat er dan niet alleen deze kant wordt geïntegreerd, maar ook die kant wordt geïntegreerd. Dus ben je eigenlijk aan beide kanten nu zit je vast in je integratie. Is dat iets wat leeft? Of tenminste, kunnen jullie daar iets bij voorstellen? Of ik zie een paar mensen knikken, sommigen zitten van. Ja. Maar ja. Maak je dan verschil tussen public cloud en private cloud? Een aantal dingen die je noemt. Op het moment dat je het dezelfde doet, dan loop je er meer tegenaan. Nou, kijk, er is natuurlijk wel verschil in de mate van hoe vast zit je. Want laten we wel zijn, als je tegen een Amazon aanpraat en je gaat daar tegenaan toolen, om dat te integreren in je omgeving, Amazon gaat veel verder, die biedt veel meer mogelijkheden. Als je daar allemaal gebruik van gaat maken, dan zit je gewoon de komende 5 of nog langer, zit je gewoon vast. Want als je hem een keer meer hebt geïntegreerd, daar zit zoveel effort en geld in, dan gaan mensen niet zomaar weggooien. Dus, en dan zit je dan ben je in een afhankelijke positie ten opzichte van de. Ja, dat inderdaad. Maar dat soort afwegingen heb ik hier niet eens eigenlijk meegenomen. Het gaat hier puur alleen van op het moment dat je aan deze kant vastzit, om je legacy, de geïntegreerd silo enzovoort. Iedereen weet hoe flexibel de ITIL-processen zijn om een wijziging aan te brengen. Dus dat heb je dan ook aan deze kant nu. En op het moment dat je dan tegen een OpenStack gaat of een OpenStack gaat inzetten als een private cloud, dan is je afhankelijkheid een stuk minder, dat wel. Maar nog steeds, er komt op neer dat je 2 keer tooling hebt en misschien 1,5 keer personeel. Want iemand die met die traditionele enterprise platformen omgaat, die is misschien niet, die heeft er geen tijd meer voor om bijvoorbeeld die cloud infrastructuur bij te doen. Zie ik daar een vraag? Ja, ik dacht dat OpenStack een beetje. Alle tendoren zitten nu aan OpenStack te snuffelen. Akkoord. Akkoord, maar het gaat hier dus. En OpenStack die groeit ook heel erg. En ik ben ervan overtuigd dat OpenStack gaat heel goed doen. Nou, met de private cloud. Ja. Maar het punt is dus. Kan je ondertussen alweer koppelen aan OpenStack? Wat zijn nou? ZOS? ZOS kan je volgens mij al min of meer via IBM koppelen aan OpenStack. Ja, IBM heeft inderdaad wat tooling uitgebracht. Maar het punt is hier dus dat. Ik heb het niet alleen over storage koppelingen, maar ik heb het over applicatiekoppelingen. Ja, oké. Dus dan, als ik bedoel met geïntegreerde applicaties, dan is eigenlijk het. Het is eigenlijk een groot weerwar. Je kan het niet zomaar loskoppelen. Het punt is dus van deze slide, om het weer samen te vatten, dat als je in slaagt om een cloud aanbieding in je infrastructuur te integreren, dan ben je dus van, in plaats van 1 set vendor en 1 skill set afhankelijk, ben je eigenlijk van een 2e ook afhankelijk. En ja, dat is natuurlijk niet, daar zit niemand op te wachten van, ik had een redelijk groot probleem en nu heb ik 1,5 keer dat groot probleem. Is eigenlijk de situatie normaal voor een grote enterprise. Zij zijn altijd aan het verbeteren en ze hadden een legacy. Die komt daar maar af. Dus, wat is het sinds jaar en dag het antwoord om 2 toolsets proberen te vermijden? We gaan het abstraheren. En dat is dan waar zo'n cloud management platform om de hoek komt kijken. Dus in plaats van dat applicaties met de ene of met de andere type infrastructuur gaan integreren. Ze gaan een geabstraheerd API gebruiken. En dan vervolgens gaan we dan met plugins min of meer integreren met de cloud. En let wel hierop hoe die lijntjes lopen. Deze integratie en applicatie hoeft niet per se tot echt in de diepe technische niveau integreren met een infrastructuurlaag.
Ik denk aan de, wie heeft wel eens met Amazon Cloud Portal gewerkt? Daar zitten heel wat toeters en bellen, toch? Heb je dat nodig om een VM te stoppen of te starten? Nee, dat kan je heel relatief makkelijk doen. En dat is dan eigenlijk vaak waar de integratie ligt naar hogere lagen binnen de infrastructuur. Om een backup te maken moet ik even mijn VM'tje of te stoppen of pauzeren of wat dan ook. Dus dat soort integratie denk ik aan. En voor dat soort integratie kan je prima voldoen via een CMP die eigenlijk een subset van die feature set van zo'n een tooling mee koppelt. Mensen kunnen nog steeds rechtstreeks, die specialisten, kunnen nog steeds rechtstreeks met die tooling dat stukje infrastructuur aanbieden. Dus die cloud management platform beoogt niet om 100% van dit en 100% van dat gaan implementeren. Alleen een subset daarvan. Oké? Okay? Waar focust dan zo'n cloud management platform? Dat is vaak billing, integratie en automation. Automation in de zin van, ik wil even een VM'tje stoppen of starten. Of dat moet, er is een disaster recovery situatie aan de hand of ik wil daar een voorziening voor hebben. Dan moet ik, als er hier iets uitvalt, dan moet daar wat opgestart worden. Dus niet het hele, niet een complete vCenter gaan implementeren in zo'n cloud management platform. Dat hoeft niet. En als je dat, eigenlijk het punt van het verhaal, en ik ga zo meteen aan Rens het woord geven, dat de cloud management platform, op het moment dat hij natuurlijk twee verschillende infrastructuren mee kan koppelen voor die subset van functionaliteit, dan zou je natuurlijk ook met meerdere verschillende infrastructuurlagen kunnen koppelen. Zoals, dan kan je nog steeds een traditionele enterprise infrastructuur eraan houden. Of dat je bij een public cloud provider A kan je een stukje capaciteit inkopen. Spreek je voor 3 jaar een bepaalde tarief af. Met de 3 jaar kan je wel korting krijgen. En om dan niet afhankelijk te zijn van één, ga je naar, als je daar klaar bent, dan ga je direct door naar de concurrent. Ga je daar ook een contract afsluiten. Dus dan heb je al bij twee verschillende providers heb je al wat capaciteit ingekocht. En dan misschien kan je dat, als er hier wat uitvalt, ze zijn elkaars disaster recovery sites. En je kan ook een privé cloud, bijvoorbeeld OpenStack, favoriet onderwerp, zoals ook voor mij trouwens. En nogmaals, die tooling van dat type infrastructuur, dat is er. En met de cloud management platform gebruik je een subset daarvan. En dan kan je ook opeens heel makkelijk, tenminste een stuk makkelijker, kan je automatiseren. Als je orchestration gaat implementeren die tegen Amazon EC2, met de Amazon EC2 APIs is gebouwd, daar zit gewoon relatief veel effort en relatief veel geld in. Dus dan ben je daarvan afhankelijk. Maar op het moment dat je dan hier met een geabstraheerd API en een vereenvoudigde API gaat werken, dan is er niet zo'n drama als er bijvoorbeeld hier het contract afloopt en je moet gebruik maken van een andere. Ik noem maar wat. Of als je zegt van, hey, ik hou dit aan voor mijn of die de legacy traditionele infrastructuur of een stukje private cloud om mijn meest vertrouwelijke informatie of computing daar te huisvesten. En dan als ik zeg maar wat extra capaciteit nodig heb, dan doe ik even een cloud bursting met een presentatielaag van een applicatie. En het is verrassend, toch, Rens? Hoe functioneel dit soort cloud management platformen wat tegenwoordig aanwezig zijn. Het is verrassend hoe ver ze zijn met dit soort use cases. Dus dat is dan eigenlijk het kern van het verhaal. En natuurlijk hier aan de bovenkant, wat je dan hebt is dat die CMP, die cloud management platform, gaat niet alleen voor aansturing zorgen, dus stoppen, starten en automatiseren. Maar je hebt dan ook vanuit één bron, want
zo'n platform kan ook al die usage informatie uit die cloud trekken. Dan kan je gewoon relatief goed de kosten zichtbaar maken. En vendor independence, je bent dus niet afhankelijk van één of andere cloud provider. Of, en dat geldt dan ook voor de interne infrastructuur. Oké? Dus dat is na deze korte inleiding, is er meer een inhoudelijke deel. De viertal producten wat in het begin stonden, dat heeft Rens echt goed in detail bekeken. En ik hoop dat Rens jullie interessante dingen kan vertellen daarover. Oké, Rens? Zo. Zo, zeg maar als ik moet switchen. Is dit even een soort van conflict of interest hier? Dat wist ik zo ook al. Goeiedag! Ik ben Rens, Groenewegen. Ik veel gezichten van jullie ken ik al, sommigen ook niet. Ik zal niet meer aan mijn neus komen, Pieter. Maar kan jij een foto nemen? Oké. Okay. Dank je. Kijk hem lachen. Ja, cloud management platforms. De allereerste foto die je zag, die wolk, dat is geen Photoshop. Die heb ik genomen boven de woestijn van Nevada op weg naar Las Vegas, want daar moet je altijd conferences hebben kennelijk. Symposiums, hè? Je weet wat dat betekent. Symposium is een Grieks woord voor samen drinken. Ga maar nazoeken. Ga maar, het is echt waar. Echt waar. Dat is wat het betekent. Volgende, alsjeblieft. Ja. Wat eens hebben over. Gabor, die kwam er eentje tegen. En hoe heet dat ding ook alweer? Scanner. Nee, die Scanner. Nee. Die Diana van de week mailde. Twee dagen terug of zo. Oh. Influx of weet ik veel wat. Flux, noemt zich ook cloud management platform en dat is het ook en het doet totaal niet wat dit doet. Als je dit namelijk, je gaat dit tegenkomen hè, en ik wil jullie echt aanraden om dit echt hier een beetje op te gaan letten, want je gaat hier ook mee werken en je gaat hier ook dit moeten snappen en je gaat het ook moeten kunnen installeren, configureren, de security bekijken enzovoort. En niet gaat plaatsen, dus, dus je hebt cloud management platforms in soorten. Wat dat was een cloud management platform waarmee jij als cloud provider je cloud kan gebouwen. Dus iets heel anders dan wat dit doet. Wat dit doet is in feite zeggen van ik heb een behoefte aan om de dagelijkse operatie van mijn IT-voorzieningen die ik aan mijn afdelingen geef of aan mijn studenten of aan mijn professor of aan mijn boekhoudingsafdeling, die geef ik een stuk IT-voorziening. Daar loopt een IT-meneer of mevrouw rond, die weet hoe dat moet. Die weet hoe je iets moet installeren, hoe je je boekhoudingapplicatie op moet zetten en in de lucht moet houden. Die weet hoe je hoge beschikbaarheid in moet richten en dat soort zaken. Alleen, dat ga ik niet alleen maar meer in mijn eigen datacenter doen. Dat ga ik misschien in iemand anders een datacenter doen. Misschien in een geshared datacenter van ons allemaal. Dat is ook een vorm. Of misschien wel bij een Amazon en een Azure, als dat. Wanneer maak je dat soort keuzes? Volgens mij maak je dat als je vindt dat dat te vertrouwen is. Ga er maar over na. Private cloud, public cloud bestaat niet, dat is onzin. Er is cloud wat je wel vertrouwt en er is cloud wat je niet vertrouwt. Zo kun je dat veel makkelijker benaderen. Want ik denk, kijk, private, ja, dat is bij je thuis. De statistiek vertelt ons, en elke security meneer die hier in de zaal zit, en er zitten een aantal collega's die daar wel eens bezig zijn, kunnen je zo vertellen dat 80% van de computercriminaliteit wordt door het personeel gedaan. Hoe komt dat? Omdat ze erbij kunnen. Dat is logisch. Als jij dus bij een cloud provider zit, een cloud provider heeft ook personeel en die heeft precies hetzelfde probleem. Maar die heeft niet één klant, zichzelf, zoals bij een Rabobank of bij ING of weet je wat. Nee, die heeft 100 Rabobanken als klant.
Dus als die daar een rotte appel in die 80% op zit, is de schade waarschijnlijk ook 100 keer zo groot. En dat is er eigenlijk waar je echt over na moet denken als je je business in de public cloud gaat zetten. Het wordt gerund door mensen. En niet alle mensen zijn in de gelegenheid om nee te zeggen als ze worden gelokt tot een misdaad. En sommigen zijn heel makkelijk tot een misdaad over te halen en sommigen alleen maar als ze gedwongen worden. Door financiële omstandigheden of omdat ze gechanteerd worden of om wat voor reden dan ook. Want dat is eigenlijk de key question van wat vertrouw ik toe in de public cloud. Kan ik het toch secure maken of niet? En als je denkt dat je dat niet kan, moet je er ook niet in gaan zitten. Wat dit de bedoeling is van een cloud management platform is dat jij dus zeg maar die dagelijkse gang van zaken makkelijk maakt en misschien zelfs wel aan je eindgebruiker kan overladen dan wel je IT-beheerder die voor de eindgebruiker zorgt. Moet ik de volgende? Waar je daarna gaat kijken is van, wat heb je dan nodig? Nou, datgene waar je een keuze uit wil maken. Dus dit is een lijstje wat voor die klus waar wij toen mee bezig zijn geweest en nog steeds zijn. Was dit zeg maar het setje waaruit men denkt te gaan kiezen over een half jaar of zo. Voor jezelf in je eigen situatie zou dat kunnen zijn dat het een totaal ander lijstje wordt. Je zou kunnen zeggen, ik wil alleen maar iets met public OpenStack en mijn eigen OpenStack doen, want dat vind ik makkelijk. Meer heb ik niet nodig. Dat is genoeg, dat is goed. Je hebt, als je een Microsoft club bent, heb je waarschijnlijk niet zo heel veel te winnen bij een Google environment. Dat is heel mooi. Maar ja, wat moet je ermee? Als je kijkt naar wat doet nou wat, want alles is cloud. Hè? V-Cloud Air, kent iemand, weet iemand wat dat is? Werk je er wel eens mee misschien? Ja, dat is zeg maar de abstractielaag die VMware meent te moeten leggen over zijn voor een origine een datacenter product. Wat is het maximum aantal nodes in een V-center omgeving? 10.000. Ja, daar kan Google dus niet meer uit de voeten komen. Hè? Die gaan eerst ergens op een derde van een datacenter gaan ze dan al over de nek. Want dan werkt het al niet meer. Dus dat is een ander product en dat is een prima product en daar kan heel veel mee. Maar het is niet echt een cloud. En dan hebben ze er een hele mooie laag overheen geplakt. Maar het blijft toch in principe iets wat het mooiste functioneert als je ongelooflijk snelle datapijpen hebt en met heel veel VLANs ertussen. Want dat is waar het product in excelleert. Dat is waar het goed in is. Lokaal datacenter en de visie van VMware en of die het gaat worden of niet, dat zullen we zien. Is gebaseerd op het idee dat je de hele wereld een datacenter maakt. Nu hebben ze 2 weken geleden ontdekt dat er jurisdicties zijn en dat niet iedereen daar even blij mee is met die gedachte. Dus nou ja, je hoort mij niet zeggen dat het een dom idee is, maar ik hoor me wel zeggen dat ik denk dat het wat implicaties gaat hebben met wat jurisdicties die denken van ja, dat kan jij wel vinden, maar dat vinden wij niet en we gaan het ook niet goed vinden, dus het stopt hier. Het zou zomaar kunnen. Maar dat zijn zeg maar de meer infrastructuur of met een achtergrond of een DNA uit de infrastructuurmanagement. Heel belangrijk moet je ook doen. Hè? Als je het niet kan, dan gaat alles stuk. De andere clubs zoals de Mbotix, RightScale, Scalar, OpenQRM en Stratius, dus de cloud management producten waar wij mee bezig geweest zijn, zijn dus degenen die zeg maar meer vanuit de coördinatie, geven de eindgebruikers een platform om heel simpel hun dingetje nog een keer neer te zetten. Een applicatie template te maken met een x-aantal servertjes weg te zetten. Of een Hadoop cluster weg te zetten. Of dat soort dingen. Maar die ook een heel andere view geven aan bijvoorbeeld de administrateur, de boekhouder. Die kan zien van als we zo doorgaan, zijn we aan het eind van het jaar failliet. We moeten even wat dimmen met al die VM'tjes. En waarom zet je ze nooit uit trouwens? Oh, dat was ik vergeten. Dat is een beetje de telefoonlijn van 10 gulden per minuut. Nou, die hebben we nog steeds, maar nu is het dus een 500 miljoen per minuut als je die oppast. En daar is dat voor bedoeld, om dat manageable te maken en het heel dichter bij de eindgebruiker te maken. En in wezen zit daar de analogie. Vroeger had de postbank een zaal met 300 dames en die tikten ponskaarten. Die dames zitten nu allemaal hier en het zijn hoofdzakelijk heren dan in dit verband.
Want jullie vinden het geweldig toch, online markeren? Je wil niet weten hoeveel geld dat scheelt. Bij de bank. Goed, mag dat gewoon? Even het theoretische plaatje, wat eigenlijk heel erg praktisch is. Dit is hoe het tegen elkaar aanpraat, heb ik hier geprobeerd op te schrijven. Zie deze staan. Unmanageable. Er is niet één cloud management platform dat zeg maar tegen een Amazon, Bluemix, Azure, OpenStack-based software enzovoort aanpraat. Die ook hier tegenaan praat. Dus zeg maar Cisco UCS, IBM Flex Systems, HP Matrix en alles wat daarna kwam, die ben ik al lang kwijt. Ja, dus dit heeft ook hele mooie, hè? De Cisco UC Manager bijvoorbeeld, hartstikke mooi tool. Kan je over fysieke systemen, kan je zo je MAC-adresje meenemen en zo, alles is helemaal transparant. En dat volgens Cisco is dat een cloud. Ik denk dat je er een cloud mee kan bouwen. Maar wat ik hiermee bedoel, is dat je de open cloud CMP's, en dat zijn degenen die niet, behalve deze dan, niet op uit zijn om jou een box te verkopen, maar die puur bezig zijn om te zeggen van, luister, u wil een Amazon een beetje kunnen gebruiken, en een Google misschien, en u heeft thuis ook nog wat staan. En dat wil u aan de operator en de systeembeheerder wil dat geven voor de dagelijkse gang van zaken. Dat is wat wij bouwen. En welke doos er onder ons zit, maakt ons niks uit. Daar praten we namelijk niet mee. Dat is een van de kenmerken hier. Ze praten tegen het vCenter aan. Ze praten tegen je OpenStack aan. Ze praten tegen je Azure aan. Maar niet tegen je Microsoft Service Center. Command and control ding. Dat doet het niet. Die zijn er ook. Maar die gaan dan typisch misschien wel naar Amazon toe. En ook naar Google, maar dan houdt het wel op. Dus dat is echt een andere abstractielaag waar je in zit. Dus je moet maar denken in... Nou, je hebt de vCenters die direct praten met hardware mits er een ASX op staat. Je hebt de OpenStack die eigenlijk in het hele alle lagen voorkomen. Hè? OpenStack praat wat iemand daarnet zei. Ja, klopt. Je kunt nu een Z-system... Mits daar ZVM op staat, kun je gewoon in een OpenStack laten hangen. En dan ziet OpenStack ziet een Lipfert manageable systeem. En die gaat er een heel brave VM'tje op lanceren als hij dat wil. En als jij nou maar hebt gezorgd dat het ook Z-code is wat erop gepropt wordt, dan gaat het nog werken ook. En je kunt er ook een power systeem op hangen dan. En dat kan een AIX image zijn. Of, ja, dat weet OpenStack veel. Het is een image alsjeblieft. Het zal wel. En die powerdoos zal dat prima gaan doen. En dan heb je AIX draaien en OpenStack. Maar dat is dus iets heel anders dan een API die praat tegen een vCenter aan. Of tegen een OpenStack aan. Of tegen een XenCenter aan. Of hoe het ook tegenwoordig heet. Dus wat je hier ziet, is deze clubs die ze proberen, die kijken naar van wat is er veel in de markt. En daar ga ik mee interfacen. Dit is een API verhaal. Dus als hier iemand zegt... Zo'n club zegt van, ik praat EC2, dan bedoelt hij Eucalyptus, dan bedoelt hij EC2, Amazon, dan kan ik tegen Google aanpraten, dan kan je tegen OpenStack aanpraten. Deze clubs, Microsoft, Azure. Microsoft heeft een heel mooi ding daar neergezet, het wordt steeds mooier en ze hebben een enorme vaart erin zitten. Er wordt echt heel veel in gecodeerd. Als je kijkt naar de roadmap voor dit jaar, is echt impressive. Maar het is wel Microsoft. Dus ja, elke klant die Linux doet, wil ze er graag bij hebben, want die kunnen ze ooit nog eens een keer omturnen naar Windows toe. Hè. Dat is natuurlijk altijd een mooi idee. Maar verder gaat het niet. Ze praten een beetje tegen Amazon aan, een heel klein beetje tegen Google en that's it. Meer doen ze. Gewoon omdat het noodzakelijk is. VMware met zijn vCloud, precies hetzelfde verhaal eigenlijk. Ze doen integrated OpenStack. Waarom? Omdat ze er ontzettend veel last van hebben. Als dan maar vaak genoeg, ja, elke klant waar blijkt dat OpenStack toch niet zo lekker loopt, we gaan toch maar weer vCenter doen, is meegenomen. Dus dat is het verhaal wat er hier gespeeld wordt. Die willen wel bijblijven. Bovendien willen ze ook hoger in de voedselketen met hun product. En dat ze dan, dus ik zie VMware nog wel een keer zeggen van, ik kan OpenStack managen, ik kan vCenter managen, ik kan ASX managen, ik ga zelf OpenStack worden, alleen ga er wel geld voor vragen. En dat betekent dus wel dat je met datgene
dat deel waar je geld voor vraagt, moet dan wel niet aanwezig zijn in de open source CZ. Dat is natuurlijk wat je voortdurend ziet. Sun verdiende geld met het verkopen van operating systems. Sinds Linux kunnen ze dat niet meer. Zo simpel is het. Nou, dan hebben we hier de private cloud off-site. En je hebt de private cloud off-site, waarin je OpenStack, CloudStack, EC2, zeg maar open source, open API's hebt zitten. En je hebt hier ook proprietary API's zitten. Dit is ook typisch iets waar deze clubs weer wat moeilijker tegen aanpraten, want dan moet je namelijk goede vrienden met Microsoft worden om tegen Azure aan te kunnen praten. Ja. En wat je ook nog kan doen is tegen je private JaaS en PaaS on-site, dus gewoon onder je bureau, aanpraten. En dat kan je ook doen met dit verhaal. Hè. Maar deze closed verhaal gaat niet verder dan hier en komt niet verder dan hier. Dus je krijgt een soort van dat je goed moet weten wat je hebt staan, waarom je dat zo hebt staan, waarom heb ik dat zo neergezet, is dat belangrijk voor me, werkt het goed, wat moet je dan met cloud? Dus klakkeloos aannemen dat van we moeten naar de cloud is gewoon onzin. Je moet je business fatsoenlijk runnen en als dat betekent dat je dat in de cloud gaat doen, nou, dan moet je dat doen. Maar je moet wel heel goed nadenken over de consequenties daarvan. En nu is het van, oh, ik moet ook cloud, anders zijn we zo screwed. Ja, nou, ik denk het niet. Dus eigenlijk precies, nou echt hoor ik eigenlijk wat Allison 4 jaar geleden zei. En je hebt daar een videomontage van 2 minuten waar hij ongelooflijk loopt te voeten op de cloud. Wat een onzin. Dat heet computers en network en houd toch op, zelfs je idioten. En dan zit er gelijk daarachter, 2 later, Open Oracle World. We have to be in the cloud. My cloud, of course. Natuurlijk, als zeg maar een CIO ergens heeft gelezen dat je met OpenStack bijna hetzelfde functionaliteit kan krijgen als met VMware, maar het kost 1/10. En als we dat op die public cloud inkopen, dan hoeven we niet eens onze datacenter in de lucht te houden. En dan kunnen we al die gebouwen te kopen. En we gaan van in plaats van dat we kapitaalintensief bezig zijn in onze datacenter, maar worden we eigenlijk alleen maar een opex verhaal, van capex naar opex verhaal. En dan dragen ze op aan CIO, van zorg ervoor dat wij dan ook daar kunnen meewerken. Dus dat is dan volgens mij waar wat een beetje uit de proprietary wereld, daar worden we een beetje ingehaakt. Dat kunnen wij ook. En onder water is het natuurlijk een ander product wat het verkocht wordt. Dus, en als je nagaat dat de gemiddelde Windows box die heeft toch 8 gig en 4 CPU's nodig. Een beetje fatsoenlijk te vangen en functioneren. Als je dat gaat kopen, op een willekeurig, de goedkoopste wat je kan vinden, kost jou €150 in de maand. Tel uit je winst. Linksom of rechtsom, maar er is een wet van behoud van omzet. Er is geen vendor die jou gaat vertellen dat je. Ja, je kan ontzettend bezuinigen op die spullen van die je hebt van staan van die ander. Mag ik de volgende vraag hebben? Dus je krijgt een beetje een kruisjestabel, hè, van wat kan nou wat? En wie kan er waar mee? En dan kan je zien dat OpenStack is een soort van algemeen een soort waterpokken. Iedereen heeft het gehad. Of heeft het, of gaat het krijgen. Amazon is gewoon een ingebouwde ziekte. Dat moeten we allemaal. En dat is ook heel logisch, hè? Er is niks mis mee. Maar het moet wel van jou zijn. Wat ik de mooiste vind van Amazon, en daar moet je echt eens een keertje op gaan letten. Zij hebben een nieuwe service en dat heet Lambda. Dat is helemaal geweldig. Dan kun je een heel klein stukje code ergens laten draaien. Of dat draait niet, dat draait alleen maar als er iets gebeurt. En door jou te definiëren event. En dat event kan dan iets triggeren in jouw inventaris. Ik ga wat bestellen, want er is wat verkocht. Zoiets. Nou, de pricing daarvan is helemaal geweldig. Wat je daarvoor betaalt is 1/10 van een CPU-seconde. Dus als Amazon dat 10 keer verkoopt, is de CPU betaald. En als ze daarna nog 300 keer verkopen, hebben ze dus 30 CPU's betaald. Het punt is dat als jij, en daar stipte Gabor net aan, als jij
in de cloud zit met je spullenboel, is de eerste vraag van hoe kom ik hier weg? En hopelijk heb je die gesteld voordat je erin ging zitten. Want als je niet weet waar de uitgang zit, dan dat is de bioscoop waar je niet naar binnen wil. Hè? Dit is ook een bioscoop waar je niet naar binnen wil. Want als jij namelijk dat hebt gedaan en je hebt je hele applicatielandschap met Lambda geïnstrumenteerd, wat natuurlijk geniaal is. Er gebeurt wat en dan gaat er pas wat gebeuren in mijn Amazon-omgeving. Dus ik hoef niet constant daar full-bloated VM's te draaien. Nee, ik weet precies wat er gaat gebeuren. Dus als ik een teller zet op die events, kan ik gewoon een beetje opschalen. En zodra het klaar is, kan ik weer naar beneden. Dus daar is dat voor bedoeld. Onder andere, daar kan je dat voor gebruiken. Alleen, niemand anders biedt deze service. Dus jij kan nooit meer naar Amazon. Zolang je vindt dat je dat in je applicatie moet hebben zitten. En als je kijkt naar de kosteninvesteringen die bedrijven doen op hun infrastructuur. Doosjes is dit. En dan komt er wat middleware. Database kost mij wel twee keer zoveel als systeem. En dan komt de database programmeur met zijn hele blabla. En ergens boven zit een factor 4 met je applicatiewereld. Daarom evolueert hij ook zo langzaam. Het is ontzettend kostbaar. Onderin valt best mee. Het staat even stil. En ook dat hoeft tegenwoordig niet meer. Maar bovenin is heel erg kostbaar. En daar ga je dus enorm in de lok in zitten. Dat is best wel een heel belangrijk om in de gaten te houden. Nou ja, Azure zie je ook opkomen. Dat komt natuurlijk omdat er heel veel Microsoft shops zijn. En geloof me, die gaat er ook echt wel blijven. Dat gaat heus niet weg. Er zijn hele continenten waar Linux, wat is dat? Ze verkopen het, maar 100 miljoen tegelijk, aan ons. In de vorm van tv's en telefoons en weet ik veel wat. Maar zelf hebben ze alleen maar Windows. Hier zie je ook laag in de zin van cloud providers. Hier bedoel ik mee dat een Google, ja, daar kun je niet een rekje kopen. En zeggen van, als ik naar binnen loop, of je kan mij een foto sturen van dit is uw rekje. Staat erop. Dat bestaat niet. Dat kun je met de system management tools zijn daar wel van. Die managen dingen die jij kan zien en vasthouden. Die bestaan. Hypervisors, dat zijn echt dingen die onder jouw bureau staan. Daar kun je wel over het internet mee heen praten, dat kan wel. Maar dan praat je wel direct met een systeem. Je praat niet met een applicatielager, je praat niet met een applicatielandschap. Je praat niet met een load balancer, je praat met een stuk ijzer. Dat zijn de abstractielagen. Deze laag praat meestal niet hiermee, maar praat op zijn best hiermee. En hier praat eigenlijk alleen maar, daar praat zelfs Azure niet mee. Azure praat met Azure Pack. En Azure Pack praat met Microsoft Service Center. Misschien toelichten wat Azure Pack is? Azure Pack is de manier om jouw lokale Microsoft Service Center omgeving, die gemanaged wordt met Service Center van Microsoft, een geheel te laten zijn met Azure. En Azure de cloud van Microsoft. En in die zin is voor een Microsoft omgeving is Azure best wel een vrij behoorlijke cloud management platform. Mits het dan maar wel hoofdzakelijk Microsoft is. Zodra het Linux wordt, wordt het heel basaal. Er wordt stoppen, starten, je kan er een scriptje in hangen en that's it. Dan hebben we nog 60 slides met allerlei scherpjes waar je kan zien hoe iets gaat werken. Dus dan moeten we gewoon maar eventjes dapper doorheen stappen. Dat gaat vast wel lukken. Als ik iemand om moet vallen van de stoel, dan gaan we drinken. Dit is gewoon. Zal ik even mijn vinger op de knop zetten? Want ik ga dan even op een andere stoel zetten, dan kan je beter praten. Dit is een schermpje uit multitenancy, want hoe doen ze dat dan? Moet je goed onthouden. Je gaat dit tegenkomen. Hè? Klant, cloud management platform, weet je ook waar het is? Nee, ja goed, dan komt dat even voor ons in te doen. Wat er meestal gebeurt is dat de multitenancy eruit bestaat, dat je hebt een account. Want dat is het enige tastbare wat je hebt bij een Google. En die knoop je meestal aan een groep of aan een rol of aan een owner of zoiets in die geest. En daar zijn dan weer users, echte mensen die kunnen inloggen en tikken een keyboard en warm bodies. En die hebben dan rechten. Die hebben een adminrecht, die hebben een auditorrecht, die hebben providerrecht, die mogen engineeren. En dan kun je meestal ook nog een x-aantal van die dingen hebben. Die kan je ook nog dan segmenteren. Dat is in elk cloud management platform met andere titeltjes, met andere naampjes, andere terminologie wordt het soms aangeduid. Maar het komt allemaal ongeveer op dit neer. Wat niet alle cloud management platforms kunnen is een provider cloud management platform zijn.
Als jij de provider bent, bijvoorbeeld voor een grote organisatie met heel veel subclubs die zelf hun eigen stukje willen hebben, dan moet je die laag er wel in hebben zitten. Die, zeg maar, de root van het totaal. En dan moet je de kunnen delegeren aan al die subclubs. Zelfs op het fysieke app, hè, dat je zegt van nou, deze OpenStack cluster zit aan deze account, dus dat is van jou. Dus iedereen die dat account kent, en dat ben jij alleen maar, want ik heb je net de sleutel gegeven met mijn ogen dicht. Alleen jij kan daar dus terecht. Als je dit op gaat zetten voor een klant, en je zegt tegen hun vendororganisatie, die hier ook niet thuis in is, hè, want dit is gewoon vrij nieuw. Doe mij even een contract. We schatten in zo, we beginnen met 1000, volgend jaar 5000, 10.000 en daarna zullen we wel level out doen op 25.000 VM zo gemiddeld. Nou, dan gaan ze het braaf voor je kopen. Als je de kosten daarvan moet terugboeken op 300 afdelingen en je hebt één account, dan heb je een probleem, hè? Je hebt een heleboel mensen die een carrière gaan maken op het verdelen van de kosten. Eindeloze vergaderingen in het Hilton Hotel, want ja, het is een bedrag van meer dan 6-0, hè, dus dat is belangrijk. Dat is heel duur betaalde mensen. Dus wat heel belangrijk is daar, is dat als je dat doet met Google, dan zeg je tegen Google, ja, maar ik wil wel subaccounts hebben. Mag je allemaal op één rekening zetten voor mij, maar ik wil wel subaccounts hebben, zodat ik het kan verdelen. Ik wil wel een breakdown hebben, anders ga je namelijk in eindeloze palsalondagen terechtkomen over hoe je de kosten gaat verdelen, dat wil je niet. Want als de rekening te hoog is, dan ga je een vergadering hebben die heel lang duurt. Wat is het gaan? Op spatiebalk? Nee, dan ga ik terug, hè. Hey. Oh ja. Nee, dit is goed. Dit is goed. Dit is goed. Dit is goed. Nee, ik zat te denken, ik dacht dat hier de plaatjes gelijk achter kan. Dit zijn basic requirements. Het is een lange lijst, kijk er even goed naar. En als je hem op de web terug wil vinden, volgens mij heb ik dit van Scaler gepikt, toch? Was dat niet Scaler? Dus daar staat dit ongeveer in. Misschien aangekomen met 1 of 2, 3 dingen. Maar dit is wat je wil kunnen doen. Anders, als je dit niet kan. Of als het zeg maar hierop houdt, ja, dan heb je misschien VMware voor je neus. Want in VMware zit geen billing bijvoorbeeld, het vCenter, er zit geen billing in. Dan kun je wel wat inplakken, dan moet je dat kopen enzovoort. Dan heb je weer een andere vraag. Kan je misschien even toelichten wat die analytics is en story analysis? Ja. Interessante features namelijk. Dus wat je nou... Wat je krijgt is dat je in heel veel van deze producten kun je zeggen van, ik heb wat ik nu heb, ik denk dat het gaat groeien. Dan wel, hij haalt uit de historie van, kijk, je hebt elke maand op de 28e heb jij een bult zitten. En daarmee kun je what-if analysis doen, zeg maar forecasting doen van je kosten. Dat kan je doen met je lokale cloud, hè, die gewoon onder je bureau staat. Daar kun je nou zelf tarieven op plakken en dat soort dingen, want die dingen hebben ook geld gekost. En van de Googles en de Amazons en dat soort dingen haalt hij het gewoon direct op. En hij kan zien welke product je hebt opgehaald, hè, M1X Large of zo, hoe dat ook heet. En dan kan hij je zo vertellen van dit is wat met de huidige tarieven dit gaat kosten. En als hij heel slim is, dan heeft hij ook een tarief history en kan hij ook vertellen van wat heeft het je gekost. Matcht dat een beetje op wat je denkt daar op die rekening te zien. Kan je ook zien... Als je toch dat ene rekening krijgt waar een gigantisch bedrag op staat, kan je hier in de breakdown, want dat is meestal per gebruikergroep, kan je zien van hoe die kosten tot stand zijn gekomen. Dus kan je het gebruiken voor chargeback. Of wat heel veel bedrijven doen, showback. Ze spreken een bedrag af met alle business units, stellen ze één keer per jaar vast. En één keer per jaar komt er van, nou, het was zoveel en die, dit zijn de veroorzakers van de kosten. Zeg maar of het moet veranderen of niet. Dat is wat je namelijk niet wil als heel groot bedrijf met business units, is dat je de marktwaarde van het bedrijf dit gaat doen omdat de IT-afdeling een nieuwe kostenverdeling heeft bedacht. Dat gaat natuurlijk niet. Dat kan je niet maken. Wat ook heel belangrijk is dat je een operator interface hebt en dat je een user interface hebt.
Er zullen bedrijven zijn waar je alleen maar IT-beheerders hebt die dat voor je regelen en klaarzetten voor de eindgebruikers klaar. Het systeem doet het, ga het maar proberen. Je zult er ook hebben die zeggen van, ik heb templates voor je gemaakt, dit is wat je vaak nodig hebt, moet je daarop klikken, zeggen hoeveel je wil hebben en dan is het klaar. Uiteraard moeten wij, zoals wij hier zitten, zijn we heel vaak degene die ervoor moeten zorgen dat dat ook werkt. Dit is geen magie. Dit zijn gewoon scripts, PowerShell scripts, Bash scripts, Perl, Python, alles wat God geboden heeft, om te zorgen dat dit werkt. En dat is best wel een hele andere manier, hè? Van dit is in wezen is dit gewoon software-defined infrastructure. En wat je hier moet doen, en als je de Ansible-ding bijvoorbeeld, is er daar heel interessant in. Daar kan je dingen als mijn internetkaart en het IP-adres wat ik net heb gevraagd, wat is dat dan en waar hoort die bij, zo, die kun je allemaal manipuleren en je script en idempotent maken, dat hoe vaak je ze ook herhaalt, komt het altijd hetzelfde uit. Dus als dat gebeurt, dan doet hij niet nog een keer. Nee, je hebt het al. Dat moet je hierin gebruiken. Dat soort techniek. En heel veel van deze cloud management platforms hebben ook de integratie met tools of Puppet, Ansible, Chef, dat soort dingen. Kan erin. Het is eigenlijk wat ik daarnet al zei, allemaal heel nuttige tools. Iedereen heeft er wel 1, 2 of 3 van. En sommige hebben ze allemaal. Maar het zijn geen cloud management platforms. En als dit goed genoeg is en dit doet wat het doet, moet je het vooral zo laten. Nou komt hij, een slide of wat. Dit is Embarex. En die praat met hypervisors, zeggen ze, maar dat doen ze eigenlijk niet. Ze praten gewoon met vCenter en vSphere, dus Azure Pack. En dat is, lees altijd goed door als je op een engineering of een configuratieopdracht gaat. Lees even goed door wat het ding echt doet. Ik ben al zo vaak hier tegengekomen dat er staat, wij kunnen praten met ASXI. Maar dat bedoelt ze eigenlijk maar vSetter. En dat is echt iets heel anders. Service catalog. Wat heel veel van die dingen doen is PaaS. Dus je kunt hier, en heel vaak, kun je zeggen van, doe maar een SQL Server 2006. Klaar. Hoeft niemand meer te installeren. Als je dit goed gedaan hebt, dan staat het ook gelijk in je sender bij. Waar deze dingen zelf ingebouwd zitten. En niet zelden is het ook, zit er een interface in waardoor je ze aan de bekende drie hele grote jongens die ongelooflijk trage pakketten verkopen, kan je daar ook in kwijt. HP Overview en dat soort dingen. Je moet een rekening sturen. Want anders ben je wel heel goed bezig, maar na een jaar komt waarschijnlijk iemand vragen, waar doe je dit voor? Erg belangrijk om dit uit te testen. En ook te vragen van, wat kan ik eruit laten komen en kan ik dat automatisch laten doen? Ik wil misschien elke maand een showback laten zien van, dit is wat het kost. Dit is wat het betaalt. Eind van het jaar gaan we bijstellen, maar dit is wat het kost. Soms wil je wel eens een keer iets approval hebben. Dat zit hier ook ingebouwd. Dus je hebt daar een rol in zitten van iemand die alleen maar approved. Hij kan geen VM maken, hij kan geen template maken, hij kan geen forecast doen. Maar wat hij wel kan is zeggen van dit gaan we niet doen. Dat kost het wel. Al deze producten hebben dat soort workflow wel erin zitten. En dan heb je natuurlijk het multi-cloud verhaal. Nou is dit ongelooflijk klein, maar dit is een vCentertje. Dat is Amazon. En hier hebben we nog iets van Azure. Ja, HP Cloud zit nog. De HP Cloud zit ook nog onder. Ja. En dit is ook wel grappig. En dat heb ik alleen bij Embotics gezien. Daar kun je zelf kijken hoe goed jij het doet. Hier raadt hij namelijk in bij van iemand heeft op een knop gedrukt. En er zat een approval sequence achter. En dan kun je hier zien. Aan de hand van de parameters die je zelf hebt gezegd van het moet binnen een uur moet het werken, of binnen een dag, of binnen een week. En alles wat dat niet deed, dat is dat rode segmentje wat erin zit, of het geel.
Dan kun je al reportjes draaien. Altijd belangrijk om allerlei onderbuiken gerust te stellen. Van, dan zie je wel, het gaat hartstikke goed en zo. En het kost niet zoveel. Ride scale, dat is software only. En het draait alleen maar bij Amazon. Dit kun je niet thuis krijgen. Dat heeft een nadeel. Je kunt alleen maar via een proxy appliance achter het ding kun je met je vCenter praten en that's it. Je kan niet met anderen praten. Je kunt dus geen lokale infra mee integreren. Maar hij heeft wel een hele mooie functionaliteit. Heel compleet. Hier ging ik een abonnement kopen bij SoftLayer. Nou, dit is eigenlijk wat je dan doet. Je vult je credential in, dat ding begint dan dus echt te praten met jouw cloud. En als dat toevallig bij jou op zolder is, dan is het dus echt bij jou op zolder dat hij dat doet. En dan werkt het. Hier heb je een hele toolset ding, waar je ook hier kan je zelf zeg maar je gouden installatie maken en daar een template van maken. Dan kan je er een shell onder hangen. Hier kun je allerlei soorten, hier kan je clouds toevoegen. Dus je kunt er meer dan eentje hebben. Hier kan je, als je dat dan toch wil, toch wel in de details van je VM kijken, memory, CPU, dat soort dingen. Hier is een base server template. RiseScale levert dat, maar je kan het ook zelf bouwen. Of je kunt ze kopiëren en zelf een template van maken. En dit was best wel interessant om te zien. Ze hadden hier een dat is gewoon echt een template waar je op kon klikken. En die begon dan een high available omgeving op te bouwen op twee aparte clouds. Eentje van Azure en de andere was Amazon, om me goed te herinneren. Wat zei ik daar? Ja, Amazon en Azure. Dat is best wel interessant. Kijk. Azure, West Europe, Amazon. Ja. Over disaster recovery gesproken. Dat kan wel, je krijgt ook twee keer een rekening hoor. Maar met vragen, kan die ook zitten? Dat is ook zo'n functie, die zit daar ook in. Autoscaling hebben ze bijna allemaal. Kun je ook parameters aangeven, zoveel CPU load of whatever, zoveel connecties. Dat hangt vanaf hoe goed je zelf kunt scripten. Ze hebben allemaal een agent. Of een agentless ding. Maar ja, dan moet je credential geven. Dus dat is het ene probleem of het andere probleem. Mag je zelf kiezen. Maar daarmee kun je dat dus zeg maar orchestreren. En dan kan, maar krimpen kan ook. Elke vendor praat over scale-up. Maar scale-down gaat ook prima. Uitzetten kan ook. Je kan ook zeggen, deze server hoeft alleen maar te draaien tussen 9 en 5. Nou, dat zou zomaar zinnig kunnen zijn voor een x-aantal toepassingen. Je developers, ja, nou hebben dat ding maar, hè, die zitten nu in de kroeg. Ja. Dit is zo'n what-if analytics en hier is dan de grap dat je zegt van, nou stel dat het groeit met 3% per jaar. Of per maand, of per weet ik veel wat. Nou, dan zegt hij, dit is wat ik ga doen. En, zoals je ziet heeft hij de bultjes van het verleden heeft hij onthouden. En dat gaat hij dan gewoon extrapoleren. En het zijn best wel krachtig. Dit is een heel simpel voorbeeld. Daar kun je best wel heel complexe dingen mee doen. En de scope waarop je dat doet, kan ook je hele omgeving zijn. En dan wordt het vooral voor de, zeg maar, wat de hoofdboekhouder uiteindelijk op de ledger gaat zetten. Dat is het interessante bedrag natuurlijk. Werd het nou meer of minder? Dan kun je echt heel interessante dingen mee doen. Wat met, laten we eerlijk zijn, met onze huidige infrastructuurmanier is toch wel een beetje lastig. Dus meer van hetzelfde. Als je gaat schuiven met productjes, zeg maar, wat dan betekent. Je kan jezelf een mailtje sturen of je kan een getriggerde applicatief iets aanknopen van dat er iets gebeurt als je over je budget heen gaat. Of dat je budget gedaan, dat je gekapt wordt. Je mag nou niks meer aanmaken. Dat kun je er ook op zetten. Ja, dat grote mensen zal het niet nodig zijn, maar als jij een klas hebt, als jij een universiteit hebt met een paar duizend studenten, zal je hier waarschijnlijk een cap op willen zetten. Als er iets uit de hand loopt, goed geprogrammeerd, wat toch niet helemaal wat de bedoeling was. En nu vraagt hij 10.000 VM's, dan zegt zo'n ding nee. Dat kan je hier maken. En de rapportages kan je natuurlijk ook schedulen, dat is makkelijk, dat hoef je zelf niet achter dan. En dat kan in allerlei formaten ook.
Skyler. Skyler is een ander verhaal. Skyler is echt, ik zie dat jullie een beetje knikkerig worden zo. Kan je een klein beetje... Ja, nou, dit is wel een aardige. Skyler is 100% open source. En wat Skyler doet, het doet niks met VM's. Dus als je met een Embodex of een Dell of zo, als je daar je cloud aan hangt, ziet hij onmiddellijk wat je ook hebt. Dus al je draaiende machines en blablabla. Dit ding ziet alleen maar jouw cloud en zegt van, ja, nu moet je nog even me vertellen wat je ermee wil. En dan is de bedoeling dat je zegt van, ik ga dit ding een template maken. En dan heb je een draaiend systeem nodig. En dan zegt je, nou, dan heb je hier de keuzes. Dit zijn ze. Draaiende systemen. Dus bijvoorbeeld jouw productiesysteem. Nou, clone dat dan maar. Zet er de instrumentatiecode op. En dan moet je er een rol op plakken. Bijvoorbeeld het boekhoudsysteem, noem maar wat. En als je die dan opnieuw deployt en dus je oude uitzet, dan heb je een boekhoudsysteem in Scala. Het aardige daarvan is dat als je dat goed hebt gedaan, scripting erin enzovoort, als die op zijn neus gaat, start hij een nieuwe voor je op. Automatisch, zonder vraag. Want Skyler heeft farms met animals erin, zeg maar, roles. En wat hij in stand houdt is de farm. Met alle roles die erin zitten. Het enige vervelende daarvan is dat de scripting en de programmering die jij moet doen in je infrastructuur, dus in je standaard images, en waar haalt hij dan zijn data weer vandaan, dat moet je echt 100% goed hebben. Want anders gaat hij wel iets opnieuw opstarten. Maar er zit niks in, omdat je een fout hebt gemaakt met je data of zo. Er is geen data. Kijk, dan moet je dat weer met de hand gaan repareren. Maar in principe is het best wel een erg goed... ik denk dat het echt een cloud application focused ding is. Het is niet zozeer bedoeld voor boter en brood zoals je het vandaag de dag doet. Dit is, je kan er OpenStack in hangen, dat is wat je nu ziet, is van mijn OpenStack en mijn Google accountje. Je kunt de applicatie patterns, hè, dat zijn dus echt landschapjes van, zo zit mijn applicatie in elkaar. En dat is mooi, hè? Dan kan je zeg maar nog een keer deployen in de testomgeving. Kun je een upgrade doen, kijken of alles het nog doet. En dan kan je die weer promoten naar productie bijvoorbeeld. Dus dat is best wel een heel sterk concept. Maar je moet voor pre-life moet je heel veel doen. Want anders werkt het echt niet. Nou, dan kun je ook autoscaling en dat soort dingen doen. Je kunt security noemen ze dat, volgens mij is het toegang. Nou, Dell is ook zo'n pakket. Dell is heel bijzonder in die zin dat hun API, waarmee ze met al die cloud praten, is open source, 100%. Dat is een project dat heet Dasein. Dell sponsort dat en vooral degene die ze natuurlijk certificeren. En daar kan ik ook wel wat van laten zien. Dit is het dingetje. Dat is een beetje oude versie trouwens. Je kunt er remote airbag of je kunt LDAP kan je er aan hangen. Je kunt hem ook aan de AD hangen. Het heeft heel ver doorgevoerd. Dit is echt ook bedoeld voor providers die op zichzelf de cloud willen verkopen. Dus je hebt een provider al en dan heb je tenants. En die tenants zijn helemaal zelfstandig binnen hun eigen ding. Je kunt, dit is ook belangrijk natuurlijk als je een hele Chef Puppet toestand hebt opgebouwd. Erg handig als je dat. Ik sta er ongelooflijk voor. Hè? Is het erg handig als je dat natuurlijk zo erin kan schuiven? Nou, dat betekent natuurlijk wel dat je even goed na moet denken of al jouw Chef en Puppet doet wat het ook in de cloud zou moeten doen. Hè? Maar je basis kun je gebruiken. Templates, automation, scaling, je kan up en down scalen met parameters enzovoorts. Maar dat betekent wel dat je dat stukje code, dus de DCM client, moet je in je systeem hebben. Dat geldt ook voor Embotix en dat geldt ook voor Scaler. Je moet er een stukje code in zetten. Alleen bij Scaler werkt niet zonder dat stukje code. Bij die andere kun je wel stoppen starten, want dat is gewoon de API van OpenStack of vCenter of wat dan ook. Wat je niet kan, is in het operating system kijken hoe het gaat met de IO ofzo. Dat ziet hij alleen maar aan de buitenkant. En dat hangt ook vanaf van de... Kijk, dat was de laatste, 62. Ik heb het niet geloven. Ja, mag ik nog even één minuut samenvatting doen. Ik zou nog een keer... jullie hebben een paar features gezien. Een paar. En ik zou even dit plaatje nog willen opzetten. Uiteindelijk, met dat cloud management platform... Waar ik denk dat het voor enterprises, met name in het management, interesse mee kan worden gewerkt, is dat je deze vier typen, of eigenlijk drie public cloud, maar verschillende providers, je eigen legacy, je private cloud en je public cloud,
dat kan je helemaal meteren in de zin van hoeveel gebruik je hier, hoeveel gebruik je daar en daar, op die specifieke situatie van die onderneming. En dan op het moment wanneer ze dan wanneer ze zijn, wat is de fiscale situatie enzovoort. Dus hier kan je, als je de capex een beetje wil, dus de capital expenses wil je verlagen, dan ga je misschien hier vandaan daarna toe migreren. Of als je zegt, ik ben nu meer afhankelijk van compliancy, dan kan je weer dingen weer terugzetten. Maar het punt is dus dat de cloud management platform je wel de mogelijkheden geeft om flexibel om te gaan met je resources. Dank je, Rens. Ja? Nog één of twee vragen? Ja, een aantal van de grote bedrijven die hebben natuurlijk ook te maken met toezichthouders. Ervaring met hoe de toezichthouders tegen deze cloud-configuraties aan werken. Ik heb veel lezen op het internet. op de site van de toezichthouder, de Nederlandse Bank, yes. Daar staat een briefje en daar staat een nota daarin. Met z'n antwoorden, wat u ook doet, de regels blijven geld. Ja, zullen we nog deze gang kunnen raken? Dat is natuurlijk een uitermatiserende opmerking. Wat slechte Google-vertalingen hebben wij lang een buitenlandse pers veroorzaakt en men denkt dat het nu alles mag. Ja, dat is een regels. Ja, maar als ik het goed begrijp, zegt DNB, je tot ijzer aan kunnen raken. Nee, dat is niet wat ze zeggen. Dat is, ik kan je link, weer terugvinden. Maar het enige wat ze zeggen is van, er zijn regels en daar zullen ze zich dan aan houden. En als wij niet geloven, en dat staat niet in de brief, maar dat zeggen ze altijd, als wij niet geloven dat je dat goed gedaan hebt, dan mag dat niet. Maar dat is dus, op het moment dat zij zelf denken, nou, dit kan niet waar zijn. Als ze klachten krijgen, als de competitie zegt van die bank daar wel twee keer gekocht, maar dat komt omdat iedereen zijn rekeningen op straat ligt, noem maar wat. Maar dit is de hele simpele regel, dat is van alleen maar common sense. Ik bedoel, die banken hebben een verantwoording, ze worden bedrijven zonder te draaien. En niet alleen maar voor particuliere personen, maar ook voor bedrijven is die boekhouding toch wel een veelzeggend deel over wat zo'n bedrijf wel is en niet is. Als ze op pad gaan om iets te kopen, eigenlijk hebben ze het geld er niet voor. Maar ze hebben er een bank achter zitten die zegt van een kleinetje. Ja, maar die gegevens willen hier bestraten. Dus daar zit er heel veel aan. Is die toezicht nou zo effectief? Ik denk dat het niet zo is. 2008 was het niet gebeurd als de toezicht er effectief was geweest. Wel simpel. Ja, die IJslandse bank die omflikkerde. Hartstikke logisch. Die hadden meer klanten in Engeland dan dat er IJslanders in IJsland wonen. Inclusief grijzaamers, baby's, kinderen en weet ik veel wat. Gevolg, elke IJslander heeft nu een persoonlijke lening erbij gekregen van 120.000 euro. Nou, dat valt best mee ten opzichte van de Grieken, want die verdienen 5 keer zo weinig, maar die hebben er ook. Dus, maar de regels zijn de regels. Dus er is zeker niet gezegd van ga op gang, maar dat is niet zo. Je hebt ons laten zien en vertel van dat je een systeem kan bestellen, zo'n systeem. Ik neem aan dat geeft een opdracht aan de cloud provider om zo'n systeem te leveren. Is er ook de mogelijkheid binnen dat aanvraagproces om aan te geven welke groep gebruikers wat voor rechten mag hebben op die systeem? Is er iets wat je in de orde in de cloud moet regelen of wat je sowieso apart moet doen? Nou, dat doet daar helemaal niets mee. Dus daar gelden gewoon regels aan regels. Ja. Hopelijk heb jij als bedrijf dan een goede AD corporate directory ingericht. Heb je ervoor gezorgd dat al die systemen die gedeployed worden gedeployed van templates waarin dat geregeld is. Als je heel slim bent, dan heb je de deployment naar die cloud toe van jouw templates. Heb jij met jouw CA gedaan, zodat het met jouw keys geencrypted is en dat die provider daar 300 criminelen kan hebben zitten, maar dat kun je nog steeds je afspraak niet zien. Ja. Maar het is gewoon bibbers. Er zijn oplossingen voor. Maar al deze dingen, het gaat over cloud functie management. Er is niets in de huidige cloud dat zegt van hier kun je tegen authenticeren. Het is ook bij Google zo, het is ook bij Amazon zo. Je kunt daar een directory ding klikken, dan heb je hem. Moet je nog steeds zelf je userschema erin hangen, je proef en je weet wat. Uiteindelijk denk ik kunnen we samenvatten dat dit soort systemen
die individuele systemen die ze dan op basis van een template uitrollen, dat is voor hun black box. Ja. Wat erin zit, dat CMP doet er niet toe. Dat moet je in je, TMP hebben geregeld. Ja. In de template bedoel ik. En dat is alleen wat we hebben, de rol van zoals wij hier zitten, IT-mensen, dat het veel ingewikkelder wordt omdat je nou pre-life moet gaan denken. Je kunt er niet meer bij, dan is het al te laat. Het moet werken vanaf het moment dat ik, en als het misgaat, moet hij dat daar wordt laten leiden, zodat je weet dat je iets moet fixen. Ja. Okay. Laatste vraag. Ik ben eigenlijk benieuwd of er een risico-expert in de zaal zit die iets over zou willen zeggen. Risico van wat? Nou, op het moment als, als je dat ding niet doet wat het moet doen, maar op het moment dat het wel anders doet, dat het moet doen, dat je verwacht dat het doet, en het hele leven gaat doen. Wat doe je nu? Nou ja. Ik zeg niet dat het ongeldig is wat je zegt, maar ik vraag me alleen af. Je hebt nu waarschijnlijk een datacenter volgens gewoon een rol als spullenbol. Je hebt een nieuw systeem ingericht, of je hebt zelfs automatische provisioning ingericht, weet je wat. Iemand doet klik in een operation van weer een project, en dan doet hij het niet. En dan? Wat ga je dan doen? Nee, het is natuurlijk vergelijkbaar, maar het zijn kleine stappen. Nee, ik vraag je net letterlijk van, wat doe je dan? En ik denk dat je dan in de cloud dat ook moet doen. Want je hebt geen andere keuzes, hij doet het niet, je zal het moeten fixen. Het punt is dat als jij, en daarom heb ik ook zo'n hekel aan het hele public-private gepraat, want daar gaat het niet over. Het gaat niet over, het wordt er niet beter van als het in een wijnbureau staat. Het is geen wijn, weet je wel, die in een goede kelder moet leggen en als je van 5 jaar terugkomt is die veel lekkerder. Dus dat weet ik dat niet, dat weet je allemaal. Maar omdat je in de cloud, en zeker als je aan de providerkant gaat werken, werkzaam gaat zijn, moet dus de kwaliteit van wat je daar doet en de error catching moet beter zijn dan vroeger. Toen je gewoon onder je bureau stond of einde van de gang, dat heb ik zelf ook meegemaakt. Ik heb het ook gedaan. Dan ging je kijken, nee, verrek, rood lampje was niet de bedoeling. Ja, deur open kijken waar het lampje rood is. Dat kan nu niet meer, hè, want dan staat misschien in Arizona of zo. Dus dan moet je er anders een rood lampje zien en het fixen. Moet je ook een trace hebben van waar ging het fout, oh dat ging fout. En dan verander je het in je Ansible. En dan probeer je het nog een keer en dan zal het wel goed gaan. Nee, ik bedoel meer van, stel je voor, je hebt zoiets, een grote financiële organisatie. Iemand hackt zo'n tool en gaat er dan mee aan de gang. Dan, je hebt dat in feite niet. De boel goed gehouden. Iemand heeft dat, zeg je dat aan? Iemand heeft wel toe. Die tool gehackt. Ja, en wat doe je nu als jij het tool gehackt wordt? Misschien is het wel een idee om deze discussie zometeen bij het van een drankje voor te zetten. Ja, prima. Maar waar ik bedrijf ooit een hele tijd gewerkt heb, gaat op een gegeven moment glazen wassen die we niet besteld hadden. En toen konden we afluisterapparaten om ergens te zuigen. En dat ding was zo dom in elkaar gezet dat die ergens duizend iedere keer was. Maar dat was de poging. Ja, wat doe je dan? Dan doe je wat. Die mensen proberen dus ons toe, want het was een beheersysteem. Dat is waarschijnlijk een verkeerde box. Maar ja, dat ga je fixen dan. Hè. Als er wat gebeurt, moet je wat doen. Ja, dat is in de cloud niet anders. Oké. Goed. En vooral hartelijk dank voor jullie aandacht. En bedankt.